Hallo allemaal, hartelijk welkom bij het tweede deel van Lightburn voor beginners. Gisteren vertelde ik dat je daar een abonnement kon afsluiten voor een jaar. En dan had je een jaar lang gratis updates. En na dat jaar kon je het gewoon door blijven gebruiken, alleen je kon de updates niet uitvoeren. Dat is ook zo, dat is correct wat ik daar verteld heb. Maar toen zei ik erbij van nou, ik heb nog geen update gezien, dus ik denk ook dat het wel mee zal vallen. Je zal het niet geloven, vanmorgen een update van Lightburn. Overigens geen heftige, hij heeft geen gevolgen voor onze walkthrough. Sowieso, we zijn ook pas aan het begin daarvan, maar er was alleen een bugfix gedaan. Maar er is dus wel een verandering. Op dit moment draaien we dus op 1.0.06, dacht ik dat het heet. In elk geval, er is dus een update geweest van Lightburn. We gaan vandaag de tweede deel van de video doen. Kijken hoe makkelijk dat gaat. Want het is best wel een lastig deel, denk ik. Maar dat gaan we even zien. Alvast heel veel plezier. Zo, hier zijn we dan weer in Lightburn voor het tweede deel. Ik zei al, versie nu dus 1.0.06. Correct inderdaad. Dat kunnen we linksbovenin zien welke versie we draaien. En dat is de nieuwste versie van Lightburn. Maar goed, hij voegt verder niet zoveel toe, er was een bugfix en vandaar. Wij gaan ons vandaag bezighouden met het menu bewerken. En zoals je ziet zitten daar een heleboel functies in en ik ken ze niet allemaal, dus we gaan er gewoon doorheen lopen. En we gaan zien waar we terechtkomen met aan het eind misschien wel het lastigste stuk, want dan gaan we maar liefst drie instellingen menu's doorlopen. En dan gaan we eens even kijken hoe of wat. Oké. We gaan beginnen met de functie ongedaan maken en de functie opnieuw uitvoeren. Zoals bekend, misschien voor mensen die Windows computers hebben. Bij Apple is dat volgens mij Command Z. Maar bij Windows is dat Ctrl Z is ongedaan maken, Ctrl Shift Z is opnieuw uitvoeren. Dat is als je een actie hebt uitgevoerd en die actie heeft toch niet het gewenste resultaat. En dat gebeurt wel eens een keer. Dan is het makkelijk om ongedaan maken te doen. Zodat zeg maar al het andere wat daarvoor is gewoon blijven staan. Alleen de actie die je gedaan hebt, die wordt ongedaan gemaakt. De functie opnieuw uitvoeren. Dat wil wel eens gebeuren dat als je het dan ongedaan maakt en je krijgt het toch niet op een andere manier voor elkaar. Dat je dan zegt van nou weet je wat, dan doe ik toch nog maar weer een keer. Want dan, oké. Verder zijn ze natuurlijk niet zo super belangrijk. Dat zijn de eerste twee functies waar we het vandaag over gehad hebben. De volgende is alles selecteren. Even kijken, daar moeten we even naar gaan neuzen. En dat is wel een hele grappige. We gaan even iets laden. Ik ga even iets laden wat er een beetje wat complexer uitziet. Even kijken. Laten we dit maar doen. Zo. I am freaking. Ik ga even inzoomen erop trouwens. Zo. En we gaan gelijk even een kleine afsteker doen. Even iets van tevoren. Kijk, dit is op dit moment een afbeelding. Als ik daarop klik, dan krijg ik, moet ik wel op een van de zwarte lijntjes klikken. Dan zie je dat ik hem kan verslepen helemaal in één keer. Ja. Bovenin zitten er hier twee knopjes die met die drie poppetjes en met dat ene poppetje middenboven, net boven millimeter staat die. Dat zijn de groep en de ungroep functies. Als je erop gaat staan met je muis, dan verschijnt er ook iets. En de eerste is de groepselectie. Nou, dat is niet interessant, want het is al gegroepen. Dat is één object. Maar als ik nou een groep doe, dat is die andere. Dus ik doe het object selecteren. Je ziet ook dat de groepfunctie grijs is en de ungroep donker is. Als ik nu klik, dan zul je zeggen, ja, er is niks veranderd. Jawel, er is wel wat veranderd. Als ik nou alleen die A wil hebben, dan, nou, dus dat niet alleen die A, maar wel alleen die I am. Zie je dat? En zo kan je dus delen uit een object weggooien of niet weggooien. Dus stel ik gooi dit weg. Zo, dan hebben we freaking Mary Bright. Maar I am is weg. Ja. Kan weer ongedaan maken. Dat kan je dus doen via bewerken ongedaan maken. Daaronder zit ook nog een knop voor ongedaan maken. Dat is deze hier. En voilà, ik heb I am weer terug. Ja. Goed, gaan we even dit selecteren verhaal op loslaten. Als ik klik alles selecteren, dan gaan we even doen. Dat is de functie Ctrl-A, heeft hij het hele object geselecteerd, maar het is nog steeds geungroept. Ja? Dus hij heeft wel alles geselecteerd, maar het is ungroept. Ditzelfde kan je realiseren door met het pijltje hier, als je dat pijltje geselecteerd hebt, van linksonder naar rechtsboven te gaan. En dan hoef ik het niet eens helemaal te raken, zoals je ziet. Ik pak maar een stuk en toch heeft hij de hele afbeelding, behalve toevallig dit stukje hier. Dan heb ik waarschijnlijk net dat stukje niet meegenomen. Even kijken of ik dat nu wel, hoef ik maar een stukje te raken.
En nu mis ik de twee hartjes bovenin, want die heb ik ook niet geraakt. Maar je ziet dus dat je zeg maar niet het hele object hoeft te selecteren. Nou, nu moet ik volgens mij alles hebben. Ja, nu heb ik alles. Ja. Zou ik van rechtsboven zijn gekomen, en ik doe datzelfde, en ik doe dan dit, dan pakt hij alleen het object wat ik helemaal geselecteerd heb. Dus niet een stukje, maar helemaal. En dat is dus echt een verschil of je van rechts of van links die truc uithaalt. Nou, als ik hem van rechts doe, ook op deze manier kan ik alles selecteren. Het hoeft niet van rechts onder, maar van rechts kan ik alles selecteren wat maar geraakt wordt. En van links moet ik het echt helemaal selecteren. Oké. En de tweede was de selectie omkeren. Even kijken wat er dan gebeurt. Nu heeft hij de selectie, dus omkeren. Dus nu is hij geselecteerd. Dus als ik nu zeg maar doe omkeren, dan zal hij het waarschijnlijk deselecteren. Ja, zie je dat? Dus met andere woorden, selecteren is echt het selecteren van het hele, van alles wat er op het veld staat. Dat is de Ctrl-A-functie van Windows. Als ik dat nog een keer doe, blijft dat geselecteerd. Ja. Daarnaast klik is het gedeselecteerd. Als ik klik op selectie omkeren, dan is het nu geselecteerd, want het was niet geselecteerd. Ik klikte gewoon op het scherm. Nu is het niet geselecteerd, dus als ik nu klik op selectie omkeren, dan is het dus geselecteerd. En als ik omkeren doe, is het weer gedeselecteerd. Nou, voor wat het waard is. Nee? Ik laat het even geungroupt. Nogmaals, als ik het dus helemaal selecteer, even doen vanaf links naar, of van rechts naar links, dan zien we bovenin dat hier in feite beide knoppen nu zwart zijn. Dus de ungroep knop, dus blijkbaar is er nog steeds iets te ungroepen. Even doen, ungroepen. Maar ook de groep knop. Als ik een groep, dan is alles weer één. Dat ungroepen had te maken hier met dat RIGHT, zie je dat? Nou, even, dat is maar even voor de grap, hè. Ik ga nu even alles selecteren en dan ga ik het even weer groeperen. En dat is dus de meerdere poppetjes. En nu heb ik weer hetzelfde object wat ik aan het begin had. En dat kan ik dan dus weer in één keer helemaal bewegen. Dus dat betekent dat je ook uit een bestaande afbeelding een stuk uit kan halen door het te degroeperen. Eventueel eruit te halen of misschien iets erin te tekenen. Alles vervolgens weer groeperen en ik heb weer één afbeelding. Dat is een hele leuke functie. Dan hebben we, ik ga weer even dat degroeperen doen. Zo, hoppakee. Want als ik nu die IM weer hier pak, hier bovenin. Het is nu trouwens alleen de I. Gekker dan net bij de A wel. Dus je ziet dat het ook heel gevoelig is, klaarblijkelijk. Maar nu heb ik alleen de I. En dan kan ik hier de functies gebruiken die wij gewend zijn uit een gewoon Windows gebeuren. Nou, dat zijn er eventjes vier, die er sowieso standaard zijn. Dat is het knippen, het kopiëren, het dupliceren en het plakken. Het knippen wil zeggen dat het weg is. Dan is die FTSE-bar. Dus ik ga even knippen doen. Dus die I die is weg. Zie je dat? Ik doe even ongedaan maken. De tweede, dat was kopiëren. Nou, dat is grappig, want als ik hem dan hier rechts ga plakken, dus ik doe rechtsklikken en ik doe plakken, dan heb ik twee i's. Eentje hier en eentje daar. Oké, die gooien we even weg. Het was gewoon met de delete-knop trouwens wat ik daar deed. Dan krijgen we, dus dat was kopiëren. Dan is het dupliceren, dat is eigenlijk hetzelfde. Alleen staat hij er nu volgens mij bovenop. Ja, zie je, we hebben er nu twee. Hè, terwijl bij kopiëren plakken is, dan kopieer ik het en ik plak het ergens anders, zeg maar. Terwijl bij dupliceren, dupliceert hij er een afbeelding overheen. Ook die gooien we weer weg. Oké, kunnen we nog een keer opnieuw die i selecteren. Dan krijgen we plakken. Nou, dat is dus het verhaal wat ik net al zei. Kopiëren en plakken horen een beetje bij elkaar. Hè? Iemand die met een computer heel goed overweg kan, die zal de functies Ctrl-C, Ctrl-V heel goed kennen. Want dat is Ctrl-C voor de i. Hier zeg ik Ctrl-V en voilà, ik heb diezelfde I. Ja? Dus Ctrl-C, Ctrl-V en dat kan je dus ook hier doen via plakken. Dus ik kan ook zeg maar zeggen plakken. Alleen staat hij nu hier, omdat ik toevallig daar de muis ook in die buurt heb. Nou, oké. Dus dat zijn de vier standaard functies van Windows. Dan krijgen we op zijn plaats plakken. Nou, dat vind ik een grappige, want dat is op dezelfde plek geplakt. Dus met andere woorden, als ik dat doe, op zijn plaats plakken, dan moet ik hier dus nu twee I's hebben. En dat is dus zo. Ik zou zo niet weten waar je dat voor zou gaan gebruiken, maar weet dat het kan. Ja, dat is op zijn plaats plakken. Krijgen we de volgende functie. Dat is de functie verwijderen. Doen we eventjes die i selecteren.
Even hetzelfde trucje. Je moet echt op het lijntje klikken. En als ik dan klik op verwijderen, maar dat is hetzelfde als wat ik op de delete knop druk, verwijderen, is die weg. Zie je? Ik doe ongedaan maken, dan is die weer terug. Oké, daarmee hebben we al een heel stuk van dat menu bewerken gedaan. En nu krijgen we een paar lastigere jongens. Converteren naar traject, converteren naar bitmap. Traject sluiten. Nou, dat trajectverhaal, dat is niet allemaal even gemakkelijk. Maar het is wel een hele interessante functie. Ik ga even dit wissen. Stel, ik heb een afbeelding van het internet gedownload. Wat ik nu ga doen is niet helemaal eerlijk. Ik moet heel even kijken. Misschien dat ik wel iets heb wat ik zo van het internet gedownload heb. Dat zou best kunnen hoor. Even zien. Nou, dit is niet echt handig. Even kijken wat ik ga doen. Ik heb mijn eigen geocoin. Ik ben geocacher en ik heb een geocoin. Goed. Die geocoin is in feite een afbeelding. Ja. Nou kan je zo'n afbeelding, die kan je overtrekken en dat kan handig zijn. Waarom kan dat nou handig zijn? Soms is het lezen van een afbeelding minder fraai dan het lezen van een lijnvoorwerp. Een voorbeeld daarvan geven, ik had een gravure gedownload van het internet van de stad Arnhem. Op het moment dat ik die op een leistenen steen graveer, doet hij ook de delen die eigenlijk gewoon wit zijn op die gravure, lasert die en zet die toch met enige power over dat leisteen heen te snijden. Waardoor zeg maar dat leisteen ook echt die afbeelding te zien krijgt. Terwijl eigenlijk het voldoende was geweest om alleen de lijnen van die gravure daarop te hebben, zodat het leisteen zijn eigen kleur had behouden. Want op dat moment heeft de laser dus geen brand. Capaciteit op het moment dat het alleen maar lijnen zijn. Nou, daarvoor kan je iets converteren naar een traject. En dit is even een ingewikkelde, want het kan zijn dat ik er helemaal naast zit. Maar als ik daarop klik, dan is hier nog steeds die zaak grijs. Als ik erop klik en ik doe rechts klikken, want je hebt ook altijd rechts, dan heb je de afbeelding overtrekken. Dat doe ik, dan krijg ik een venstertje te zien. En je ziet paarse lijntjes. En ik kan die paarse lijntjes misschien nog wel iets beter maken. Dit is wel een lastig object wat ik hier kies. Want je ziet hier, hè, dat paarse. Dus ik kan een beetje spelen, zodat ik, want ik wil natuurlijk al dat paars zien. Ook rond die rand. Nogmaals, het is best een lastige wat ik nou doe. Geef ik eerlijk toe. Maar neemt niet weg. Dat je, als je dus die schuifbalken gaat gebruiken, dat je daar misschien een beter resultaat van kunt krijgen. Nou, in dit geval is duidelijk dat we niet te ver mogen gaan. Nou, dit gaat niet helemaal goed, maar ik ga het even laten zien wat er gebeurt. Als ik nu op OK klik, dan zien we eigenlijk al dat we twee afbeeldingen hebben. Ik ga ze even van elkaar afhalen. Zie je dat? Dat ik aan de rechterkant eigenlijk de tracering heb van zeg maar dat middelste. En nou is even de vraag, want ik denk dat je dan nu... Nou, je kunt het wel converteren naar een bitmap, maar nog niet naar het traject. Dat betekent dus, hier is ook voor mij wat te leren, heel duidelijk. Ja, want ik heb dat traject gebeuren, heb ik nog niet. Nou, naar een bitmap wil alleen maar zeggen dat ik hier een bitmap van maak, een BMP-bestand. Ja, dus even naar bewerken. Dus die trajectfunctie... Die is nog steeds grijs, dus dat zal nog net iets anders zijn. Het traject doet me denken aan de manier waarop de laser eroverheen gaat. Ik weet niet of dat waar is. Converteren naar een bitmap is, dan kun je hem als BMP-bestand opslaan. En dan zou je hem bijvoorbeeld weer kunnen bewerken in andere software of wat dan ook. En dan staat er nog wel de functie traject sluiten. Ik wil even kijken wat er gebeurt als ik klik op traject sluiten. Ik zie eigenlijk niets veranderen. Alhoewel, even kijken... Even selecteren. Even zien. Traject sluiten. Nee, er verandert niet echt iets. Dus de vraag is even wat die trajectfunctie precies doet. Geen zorg nogmaals, ik had al gezegd in het begin, ik ben niet een 100% kenner. Maar iets wat ik niet gebruik, zal jij misschien ook wel niet gebruiken. Dus het maakt me ook niet zoveel uit, want dat traject heb ik eigenlijk nog nooit gebruikt.
traject sluiten, geselecteerde trajecten met tolerantie afsluiten. Nou, dat heeft er allemaal mee te maken, ga ik dus geen antwoord op geven, ik weet het niet. Geselecteerde vormen automatisch samenvoeren. Daarvoor zou ik twee vormen moeten selecteren, dat is duidelijk, denk ik. Dat ga ik doen. Twee vormen selecteren. Even kijken of je dat dan kan samenvoegen. Ja, er staat nu de mogelijkheid om geselecteerde vormen automatisch samenvoegen. Gaan we proberen. Maar eigenlijk zien we weer niks. Ja, wacht even, we zien wel wat. Ongetwijfeld zien we wel wat. Alhoewel, nee, we zien niets. Nee. Hij heeft er niet één object van gemaakt. Dus ook dat is er één waarvan ik zeg, ik weet het niet. Zometeen zullen we wel straks gaan zien. Dat gaan we niet vandaag zien, maar in de volgende les. De boolean functies. En dat wil eigenlijk zeggen dat je twee vormen hebt. Bijvoorbeeld twee vierkanten die gedeeltelijk over elkaar heen vallen. Dat je daar stukken van weg kunt halen. Of stukken van samen kunt laten smelten. En dat soort dingen meer. Maar dat zijn de boolean functies. En ja, ik denk dat dat een wat uitgebreidere vorm is van deze functie. De geselecteerde vormen automatisch samenvoegen. Geselecteerde vormen optimaliseren. Gaan we eens even kijken. We hebben deze hier. Die natuurlijk niet helemaal perfect is, want dat zien we hier ook wel. Dan gaan we proberen om daar dus van te zeggen van ik ga hem optimaliseren. Dus dat is deze functie hier, Alt, Shift en O. Gaan we ook even proberen. Oké, deze kenden we nog niet. Overigens deze dingetjes, dat is aan en uitzetten. Zie je dat? Dan kun je aan en uitzetten. Dus groen is aan, rood is uit. Even kijken wat er gebeurt als ik nu de vormen op lijnen toe ga passen. Ik zie nog niks veranderen. Even helemaal naar rechts, heel extreem. Ik zie er niets aan veranderen. Die dan? Ook niet. Die? Toch gaan we het even doen. Maar eigenlijk hebben we niks zien veranderen. Niet veel in elk geval. Dus dit is ook weer even de vraag wat dit nou precies om het lijf heeft als we gaan kijken naar die functie van geselecteerde vormen optimaliseren. Een dubbele verwijderen, nou dat spreekt eigenlijk een beetje voor zich. Stel dat ik een kopie heb hiervan. Even kijken of ik dat kan realiseren, vast wel. Gaan we eens even kijken. Ik selecteer wel even de hele hap. Dus alles selecteren. Ja. En ik ga dan zeg maar zeggen dubbele verwijderen. Geen dubbele vormen gevonden. Nou, die zijn er eigenlijk wel, want dit is een dubbele van die. Je ziet dat niet alle functies ook zo doorgewinterd zijn dat ze zeg maar dus echt veel gebruikt worden of wat dan ook. Maak je daar geen zorgen om. Er blijft echt genoeg om te spelen over. Goed. Gaan we even kijken naar de volgende sector. Open vormen selecteren. Open vormen selecteren om in te vullen. En alle vormen in de huidige snijlaag selecteren. Oké, snijlaag, dat is dit verhaal. Hè? Dus met die kleuren hier. Stel, ik doe deze hier, dus de overgetekende coin. Geef ik een andere snijlaag. Moet ik hem wel selecteren. Goed zo. En dan zien we hier rechtsboven dat de ene blauw is, de andere zwart is. Dus even een andere laag, zeg maar. Als ik nu ga zeggen van, even kijken, alle vormen in huidige snijlaag. De blauwe is hier geselecteerd op dit moment. Dus dat zou betekenen dat hij deze moet selecteren. Ik pak bewust even de andere, dus de afbeelding daar. En dan zeggen we van, alle vormen in de huidige snijlaag selecteren. En je ziet, dat doet hij. Je had het ook op deze manier kunnen doen als je op die kleur gaat staan en je doet je rechtermuisknop. Dan moet je even op die naam die ervoor staat, die C00 en die 01. Dan zie je dat er gaat klikken, gaat knipperen datgene wat er in die snijlaag zit. Dus met andere woorden, dat is die in elk geval. Degene die daarvoor zitten, de open vormen selecteren. Ja, wat is een open vorm? Ik neem aan, daar gaan we weer eens even naar kijken. Dat een open vorm bijvoorbeeld iets is wat niet gesloten is. Ja, dat zou je dan toch denken. Even kijken. Dat is nodig. Oké. Ik wil eigenlijk vrij tekenen. Potloodje daar. Zo, dit is een open vorm zou ik haast zeggen. Dus ik selecteer hem even.
Nou nee, ik selecteer hem niet. Als ik ga zeggen van bewerken en ik kies hier voor open vormen selecteren, dan zou je hopen dat hij dat dus doet. Ja, het is inderdaad een open vorm en die kan geselecteerd worden. Dat is dus, dat is grappig. Ik weet niet wat je ermee zou moeten doen, maar oké. Okay. Open vormen selecteren om in te vullen. Dus ik doe het weer deselecteren en dan ga ik een open vorm selecteren om in te vullen. Ja, alleen dan zal ik moeten gaan tekenen. Dus eigenlijk doet hij hetzelfde als de functie die ervoor zit, zeg maar. Oké, je ziet dat ik ook leer tijdens de cursus. Dat is ook geen probleem, want ook ik ken niet het hele programma. Ingesloten vormen selecteren. Ja, volgens mij, ja, ingesloten vormen, kan ik wel eens even proberen. We hebben hierboven die munt zitten, hè? Die getraceerde munt, dus deze, die blauwe. Ik zal trouwens deze even rood maken, gewoon even om het verschil te blijven hebben. Dus ik pak even mijn muisje, zodat ik die blauwe meer naar het centrum heb. Dan zegt hij hier dus ingesloten vormen selecteren. Nou, ga eerst even hier dus zo'n toolpad line overheen maken. Weet je nog gisteren? Dat ik een vierkantje kon trekken. En die kon ik toolpad noemen. Dat doe ik. En als ik nu ga klikken, eens kijken wat er dan gebeurt. Ingesloten vormen selecteren. Nou, helaas, lekker niets. Dus wat een ingesloten vorm is? Geen idee. Geen idee. Oké, ik weet het niet. Goed, komen we bij de volgende. Afbeeldingsopties, die zijn wel belangrijk. Bij de afbeeldingsopties, alleen kunnen we dat op een afbeelding staan straks ook rechtsklikken doen. Maar wat we hier kunnen doen, afbeeldingsopties, is een afbeelding opnieuw laden, een vervangen door een andere afbeelding, of vervangen om hem passend te maken. Ik gebruik deze in dit menu ook niet vaak. Kijk, als ik een andere afbeelding nodig heb, dan gooi ik gewoon de originele afbeelding weg. Dan zeg ik, klik hem maar aan, wel even met het pijltje hier, selectietool. Klik hem aan en ik gooi hem weg. En ik laad een nieuwe afbeelding. Is dat simpel natuurlijk. Dus dan pak ik deze hier en ik zeg, hoppakee, daar is die. Het lijkt niet goed, hè, want er staat tekst achter, maar als je het leest, is het wel goed. Geen zorg. Ja. Afbeeldingsopties dus. Afbeelding verversen. Afbeelding vervangen om deze passend te maken. Krijgen we de drie belangrijkste van deze menusector. Dat zijn namelijk de instellingen van het programma Lightburn. Laten we daar eens aan beginnen. We beginnen met instellingen van Lightburn zelf. Dat was de eerste van de drie, even terug. Dus de eerste van de drie zijn gewoon instellingen. Dat zijn de instellingen van Lightburn zelf. Het is maar één tabblad, maar wel een aantal zaken. Beginnersmodus, dat is een eenvoudige interface. Ik heb van begin af aan niet met de beginnersmodus gewerkt, want naar mijn mening kan het ook wel eens zijn dat je gegevens mist, zeg maar. Dus bij mij niet in de beginnersmodus. Daaronder anti-aliasing inzetten, langzamer maar mooier. Nou, ik vind langzaam niet erg als hetgene wat eruit komt en uiteindelijk eruit gelezen wordt maar mooi is. Dus met andere woorden, bij mij is anti-aliasing aangezet. Gevulde weergave, langzamer. Dit zal te maken hebben met het feit dat als jij een object hebt, en ik wil dit zien hoe dit eruit ziet, dan pak ik hier dat televisietje hierboven, en dan krijg ik hier hoe het eruit ziet wat ik wil laten zien. En je ziet hier die Teamcap Ten Haag sinds 2004, je ziet dat die tekst nu keurig bovenop staat. En ik denk dat dat voldoende zou moeten zijn. Maar ik heb het vermoeden, en dat gaan we eens even proberen, dat als je die instelling verandert, deze hier, ja, aha, kijk, hij doet hier al de zaak veranderen. Dus eigenlijk wat hij doet, is zeg maar, als je zo'n lijnenspel hebt, dan doet hij datgene wat wit is, maakt hij blauw. En datgene wat niet wit was, dat geeft hij een andere kleur, zeg maar, als het ware. Daar komt het een beetje op neer. Vind ik niet erg praktisch. Zoals we het net zagen, is het eigenlijk prettiger. Dus vandaar dat hij dus ook uitstaat. Hij staat ook standaard uit. En in die zin vind ik dat in eerste instantie altijd goed als we dat op die manier dan ook doen. Reduce motion.
Ja, je hebt wel eens als je zeg maar een afbeelding over een scherm wilt slepen, dat je dan ziet dat, dat het allemaal een beetje vervormt en zo, omdat zeg maar ja, er dan heel veel verschoven moet worden. De computer moet het steeds opnieuw berekenen, dat is net iets te veel af, zeg maar, zo moet je het zien. Nou, de reduce motion, dat is zeg maar om de beweging duidelijk te verminderen, zodat die zeg maar weliswaar langzamer gaat, maar daar ook wel vloeiender is en jij dus ook ziet wat je in werkelijkheid aan het doen bent. Dat is denk ik even de achtergrond. Dan hebben ze hier donkere achtergrond gebruikt. Dat heb ik ook nog nooit gezien. Gaan we doen. Ik neem aan dat het dat vakjesveld is wat je hier achter ziet. Maar daar gaan we even naar kijken. Ja. Nou, vind ik niet erg praktisch. Zeker niet omdat je met die kleuren gaat werken. Kan dat wel eens heel lastig zijn. Dus stel dat je zeg maar die blauwe lijn hier, dus deze hier. Stel dat je die grijs gaat maken. Dit hier. Nou, in dit geval valt het nog mee, maar je ziet bijna niks meer, zeg maar. Laat maar even zo zeggen. Oké, dus ik vind dat ook weer niet zo'n handige functie. Ik ga dus weer terugkeren, bewerking instellingen. En ik zeg de donkere achtergrond gebruiken, uitzetten. Labels van paletknoppen weergeven. Nou, dat is eigenlijk wat dat is, is het volgende. Is dat als ik op zo'n knop ga staan, zoals dat groeperen en dat niet groeperen. En ik kan dat niet ingezoomd laten zien. Maar stel ik ga erop staan, dan komt er een klein venstertje tevoorschijn. Waarin staat wat het venstertje doet. Zie je dat? En dat is dat label wat je daar ziet. Dan krijgen we de volgende. Even kijken, we gaan naar rechts, hè. De kwaliteit van de kromming. Daar ben ik van afgebleven. Ik heb geen idee wat dat voor gevolgen heeft als ik daar aan zit. Dus ik ben afgebleven van het verhaal kwaliteit kromming. Ben ik heel eerlijk in, ik weet niet wat het doet. Systeem klembord gebruiken, dat is het verhaal van knippen en plakken. He, dus ik kan iets knippen en later weer plakken, want dat doe je met het klembord van je computer, van je Windows. Of eventueel van je Mac. En dat is dan het systeem klembord, vandaar dat dat gebruikt mag worden. Zoomrichting inverteren met het muiswiel. Dat is zeg maar dat je. Ik heb gebruikt geen muis en geen muiswiel. Maar bij die muis, als je naar voren rolt, zoomt die in. Als je terugrolt, zoomt die uit. Wil je dat omgedraaid hebben? Wil je dat als je naar jou toe rolt, dat die dan inzoomt en andersom uitzoomt? Dan kies je hiervoor zoomrichting inverteren met het muiswiel. Dan de lijncursor op het volledige scherm weergeven. Nou, eens even kijken. Lijncursor op het gehele scherm weergeven. Oké. Dan krijg je zo'n soort twee lijnen waarvan jij op het middelpunt zit, zeg maar. Nou, dat zou nog wel eens handig kunnen zijn, want daarmee kun je wel heel erg precies op die kruispuntjes terechtkomen. Dat is wel grappig trouwens. Kende ik niet. Kan interessant zijn. Ik gebruik hem niet, maar is zeker een mogelijke functie. Dan krijgen we de laatste in dit rijtje. Roteren inschakelen. Tonen in het hoofdvenster. Dus in het hoofdvenster ook roteren. Even die laten zien. Zo. Hoppakee. Als ik dus iets aanklik. En dit is de roteerfunctie naar mijn mening. Maar die staat er volgens mij altijd. Ik ben even benieuwd of dat zo is, want volgens mij staat die er gewoon altijd. Ja, we gaan hem even uitzetten, even kijken of hij er dan ook is, want volgens mij staat hij er altijd. Dus ik weet niet of dat anders is. Even zien. Ja, dan weet ik niet helemaal waar deze roteren op slaat. Oké, wie weet, kom ik er ooit nog eens achter. Dat is ook niet zo belangrijk, want nogmaals, met de manier waarop ik erop werk, ben ik heel erg tevreden met wat hij doet en hoe hij het doet. En hij stond uit bij mij, dus ik maak me er verder niet zo druk over. Ja. Goed, dan krijgen we de grootte van de werkbalkpictogrammen. Nou, dat is simpelweg de grootte van die pictogrammetjes, zoals hier bovenin die groep en die ungroep poppetjes en dat soort dingen meer. En zou je die extreem groot maken? Zie je dat? Dan zie je wat er gebeurt. Nou, dat wil ik natuurlijk niet. Ik wil hem normaal houden. En dit is voor mij meer dan voldoende. De lettergrootte voor mensen die slecht lezen kunnen. Zou de verhaal een beetje. Zie je dat? Wordt het lettergroot een stuk groter, maar dat heeft ook wel gevolgen voor je werkvlak en dat soort dingen meer. Maar het is wel een optie voor iemand die bijvoorbeeld slecht zicht heeft en dergelijke. Daar is dat best wel, kan het best handig zijn. Wat hij bij mij gedaan heeft overigens gelijk is nu zeg maar deze vensters een heel stuk groter gemaakt. Nou, dat willen we natuurlijk niet. Ah, lekker, lekker, lekker.
Want dan wil ik natuurlijk weg hebben. En dat laat hij lekker niet toe. Nou, dat zie ik straks wel even. Want hier heeft hij ook het een en ander veranderd. Nou, dat moet allemaal teruggezet worden. Maar dat komt wel waarschijnlijk als ik het programma afsluit en weer opstaat, zal het wel weer goed zijn. We gaan even terug naar die instellingen, want daar zijn we nog lang niet doorheen. Hier komen er een paar dingen die heel veel mensen in de fout gaan. We zien hier één reden raster. Dan zien we aan de linkerkant staan beter voor CO2 lasers. En de rechterkant beter voor diode lasers. Als je YouTube filmpjes gaat kijken, zoals de mijne. Pas dan altijd op wat de gebruiker gebruikt. Gebruikt hij millimeters per seconde of gebruikt hij millimeters per minuut? Ik gebruik millimeters per minuut omdat ik een diode laser heb. Maar dat is dus een belangrijk gegeven. Het is nogal een verschil namelijk. Millimeters per seconde. Als ik daar 10 mm zet, dus 10 mm per seconde is 60 keer 10, is dus, wat is het, 600 mm per minuut of zoiets. Snap je? Dus dat is een heel groot verschil. Daaronder zien we inches per seconde en inches per minuut, want dat is in Amerika bijvoorbeeld erg interessant. En dan heb je klaarblijkelijk ook nog een functie die zeg maar inches omgerekend naar millimeter per seconde en inches millimeter per minuut. Ik heb geen idee wat die derde doet, maar ik zou er lekker van afblijven. Want ik heb nog nooit iemand het zien gebruiken. Ik heb alleen nog maar mensen zien gebruiken minuten of millimeters per seconde, millimeter per minuut, inches per seconde of inches per minuut. En ik zou me houden aan die regel die hier staat. Beter voor diode lasers is millimeters per minuut. Dan het rasterscontrast. We zien daar laag contrast aan. En dat zal waarschijnlijk te maken hebben hier met die lijntjes. Als ik die even in een hoog contrast zet. En ik doe even okidoki. Dan zien we inderdaad een hoog contrast komen. Dan gaan we ook die hele kleine lijntjes zien. Zie je dat? Dat is wel grappig trouwens. En dan gaan we ook die hele blokjes zien. Ja, moet je wel diep genoeg ingezoomd zijn. Ik vind het eigenlijk nog niet eens zo slecht. Ik laat het lekker zo staan, zeg maar. Ja, vind ik het nog niet eens zo slecht. Hoog contrast, want mijn ogen zijn ook niet de beste. Dus dat is eigenlijk wel mooi. Daaronder, afstand van het visuele raster. 10 mm. Snapafstand van het raster. 1 mm. Even de afstand van het visuele raster. Dat wil zeggen dat elk vakje een centimeter is. Dus 10 mm is een centimeter, elk vakje is een millimeter. Snapafstand van het raster, 1 mm. Dat is een hele interessante functie. Wat namelijk een van de mooie dingen is in Lightburn, is met name het centreren van objecten. Stel, we hebben hier zeg maar dat vierkantje getrokken. Hè? Deze hier, dit vierkantje rondom die coin, zeg maar. Stel, ik wil dit in het midden hebben. Als ik nu naar het midden beweeg, op enig moment voel je gewoon dat hij zichzelf in het midden trekt. En dat doet hij dus, zodra jij in de buurt bent van 1 mm van dat middelpunt, zet hij zich als ware vast. Jij kunt dat veranderen hoor, jij kunt rustig op een andere plek zetten, maar zo staat hij echt in het midden van dat vierkantje. En dat is natuurlijk wel weer interessant, want je wilt natuurlijk je meeste van je objecten natuurlijk, dat natuurlijk geometrisch in orde is. Dat is een hele belangrijke. Dan de tolerantie klikselectie. 3 pixels. Dat is als je ernaast klikt, dan mag je er maximaal 3 pixels naast zitten. We hebben net al even gezien dat als ik ga selecteren, dat ik dan in feite op de lijn moet klikken met dat tekentje. Nou, dat is die tolerantie van die 3 pixels die ik er maximaal naast mag zitten. Als ik er te ver naast zit, dan selecteert hij dat gewoon niet. En dat heeft dan te maken met deze functionaliteit. En dan hebben we nog de snapafstand. Object pixels. We hebben net de afstand op het snap afstand op het raster gezien. Dat was 1 mm. Snap afstand van het object. Dus als je twee objecten met elkaar wilt wilt uitlijnen, dan is het snapafstand als 10 pixels. Ja, waarom ze dat gedaan hebben, weet ik niet. Maar zo lees ik het in elk geval. Dan hebben we afsplitsen. Splitsen op objecten of splitsen op raster. En die zijn allebei aangezet. Dat is dus als je dingen wilt losknippen van elkaar. Ik weet het niet precies. Ze stonden standaard aan, ik laat ze dus lekker staan. En wat we hier ook zien, dat zijn de vergroten van de vorm. Control met pijltje zal die 1 mm, ik denk dat het millimeter is wat die dan verandert. Pijltje is 5 mm, shift pijltje is 20 mm, maar je kan dus ook gewoon zo'n hoekje pakken en dan slepen. En ik moet eerlijk zeggen, ik gebruik deze functies van controlpijltje, pijltje, shift pijltje gebruik ik eigenlijk nooit.
En dat heeft van allerlei redenen die we later in de cursus nog terug zullen gaan zien. Dan krijgen we een aantal zaken over camera-opnamesysteem en camera-resolutie, camera-weergave. Ga ik me niet mee bezighouden, heb ik nog nooit gebruikt. Je kunt namelijk bij veel lasers kun je er een camera boven hangen. En dan kun je, als je dat allemaal goed ingesteld hebt en allemaal goed geregeld hebt, want er zijn voldoende video's over te vinden, maar wel Engelstalig, dan kun je zeg maar aan de hand van die camera de uitlijning van je object uitvoeren. Ik lees overal dat het makkelijk zou zijn. Ik persoonlijk heb het idee van, nou, dan moet de calibratie van die camera wel verschrikkelijk goed zijn. En ik weet zelfs dat bijvoorbeeld, ik dacht dat het bij Glowforge was, en dat zijn hele dure lasers van 3000 euro, dat daar zit een ingebouwde camera in, maar de uitkalibratie is eigenlijk niet geweldig. Dus ik ga me absoluut niet met die camera's bezighouden, daar heb ik geen enkele interesse in. En eventueel kan je daarbij dan ook draaien, legt 90 graden vast, dat heeft weer met die camera's te maken, daar gaan we dus niet mee bezig zijn. We gaan wel klikken aan de linkerkant op die bestandsinstellingen. Dat gaan we eens even doen, deze hier. Want ook daar hebben we een hele waslijst. Voor een lange video zo, hè. Hele waslijst. De lettertype instellingen, standaard lettertype. In dit geval Arial. Maar er zijn er heel erg veel. Oh, ik ga sla wat over, maar laat ik me even die standaard lettertype even afmaken. Er zijn er heel erg veel. En gelukkig staan de voorbeelden er ook. Hè? Je ziet als een lettertype, hè, zoals hier bijvoorbeeld Bauhaus 93, dan zie je ook hoe Bauhaus 93 eruit ziet. En dat kan dus wel eens interessant zijn. Dus dat is Arial. Ja. Even daarboven. Geïmporteerde vormen groeperen. Dus een vorm die je importeert, dus als jij een afbeelding downloadt vanaf het internet en je importeert die in Lightburn, dan is die standaard gegroepeerd en niet gedegroepeerd. Ja. Is ook logisch, want je hebt die vorm geïmporteerd en we gaan er even vanuit dat je die vorm wilt gebruiken. En als je daar dingen uit wil halen, dan hebben we net gezien hoe je kunt degroeperen om dat te gaan doen. Dan kunnen we ook gelijk die geïmporteerde vormen selecteren. Dus op het moment dat je het importeert, is het gelijk ook geselecteerd. En geselecteerd wil dus zeggen dat we dan dus hier die handgreepjes eromheen hebben. Dat is geselecteerd zijn. Ja? Dus als je dat doet, is dat ook gelijk geselecteerd. Even terug. Dan verborgen lagen uit AI-bestanden importeren. Adobe Illustrator. Dat weet ik niet. Ik heb er nog nooit mee gewerkt. Maar dat betekent dat als je een Adobe Illustrator bestand hebt. En daar zitten lagen in die dus verborgen zijn. Op de een of andere manier worden die dus ook geïmporteerd. Daar komt het op neer. Ik heb geen idee wat daar de grote zin van is. We hebben hier de standaardhoogte van het lettertype aan de rechterkant. Die staat op 25. Ik ga hem gelijk verlagen, want dat is wel aardig. Overigens, als je op dat met die pijltjes doet, gaat hij steeds 2,5 omlaag. Ik vind namelijk in eerste instantie 15 meer dan genoeg. Maar hij staat standaard op 25. Dit kun je overigens ook in de werkbalk bovenin, maar daar komen we later op terug als we daar komen. Dan krijgen we stel het SHX lettertype pad in. Je kunt SHX lettertypes downloaden van het internet. Wat is een SHX lettertypes? Nou, de meeste lettertypes die we hebben, ik zal dat weer even laten zien, zoals hier bij Arial, dat zijn gewoon letters die zijn zeg maar zo dik dat ze zeg maar dat er onderscheid is in het lezen tussen lijn en vul. Ja, lijn is zeg maar tot de rand. Hè. We zien zeg maar als we kijken hier bij deze tekst hier, ja, dan zien we die tekst kapitein is. De buitenlijn is geselecteerd. Als ik hem op vul zou zetten, in dit geval, en daar staat hij weliswaar op, maar dat zie je niet, dan kan je zeg maar dit in een gevulde situatie te zien krijgen. En dat doen we even. We doen dat even door op dat venstertje te klikken. En dan zien we dat teamkapitein Haak hier gevuld is. Als het een lijn was geweest, als ik hem als lijn had gezet, dan houden we dat maar even doen voor de grap. Zo, en we klikken dan op dat venstertje, dan zien we dat hij dus niet gevuld is. Zie je dat? Dus je hebt vullen en niet vullen. Ik zet hem weer even terug naar vullen. Nou ja, ik sla het toch niet op. Even terug naar die instellingen. Zo. We hebben namelijk gezien SRX lettertypes. Nou, SRX lettertypes zijn lettertypes, dat is alleen maar een eenlijnig woord. Net alsof je in het handschrijven, alsof je in blokletters schrijft, dan schrijf je ook niet, maak je ook niet een K die je zeg maar helemaal omlijnt. Dat doe je niet, je schrijft gewoon een K, dat is een lijntje met twee streepjes eraan en dan heb je een K. Ja. En dat zijn SHX lettertypes. En dat kan soms wel eens handig zijn. Dus die kan je importeren,
je ziet hier ook het pad naar waar bij mij die SHX-fonds staan. Want dat is een bestand en dat zet je ergens in de map. En dan moet je tegen dit programma hier zeggen van oké, waar staan ze dan? En het leuke is dat als je dan bij die lettertypes gaat kijken, is dat als het goed is ga je ook tegenkomen. Ja. En dan zien we daar die SHX, BV, FN, TL. Nou, dat zijn dus gewoon één lijns letters. Je zou zeggen dat Calibri daaronder dat ook is, maar dat is niet waar. Dat is dus echt, zeg maar, oftewel lijn, oftewel fil, terwijl dat BV, FNTL is echt één lijn en niet meer als dat. Oké, niet erg, maar dat kan dus ook. Dan importinstellingen voor DXF-bestanden. Persoonlijk, ik gebruik nooit DXF-bestanden, maar dat kan dus wel. Het is een beetje het equivalent van SVG-bestanden. Dat SVG-bestanden, dat is zeg maar als je een afbeelding wilt importeren met zoveel mogelijk detail, zijn dat over normaal gesproken SVG-bestanden. En dan kan je hier aangeven, eerst maar eens even die DXF, moet dat in millimeters, in centimeters, in meters, in kilometers, in microns, in eentjes of in voeten zijn? Nou, dat is millimeters, logischerwijs bij ons. Met een tolerantie, automatisch sluiten staat er, dus als om dicht te maken, hè, stel dat het weer zo'n open vorm is om dicht te maken, is 0,010 millimeter. Nou, dat is natuurlijk bijna niets. Ja? En de importinstellingen van SVG-bestanden, daar hebben we de keuze uit 96 dpi en 72 dpi. Daar is 96 dpi standaard gekozen. Dpi's heeft te maken met dots per inch. Dus het aantal stippen op een inch. Dat is nu eenmaal een Amerikaanse term. En ik kan je zeggen dat, zeg maar, in het geval van mijn ortu bijvoorbeeld, daar over het algemeen gebruik ik een goede 300 dpi. Dus ook als ik een SVG-bestand importeer, zet ik hem uiteindelijk op 300 dpi. Alleen kan ik hier niet kiezen. Dus vandaar dat hij op 96 dpi blijft staan. Andere instellingen staan daaronder. Interval automatisch opslaan. Elke 2 minuten zal die dus automatisch opslaan. Bestanden automatisch starten als Lightburn al loopt. Bestanden automatisch starten als Lightburn al loopt. Nou, wat ze daar nou precies mee bedoelen, geen idee eigenlijk. Oké, standaard status geselecteerde vorm knippen staat uit. Stond van standaard al niet aan en ik ben dan bij dat soort dingen waarvan ik het niet weet, laat ik het ook lekker zo staan zoals het is. Standaard status gebruik selectie oorsprong. Zou de laken een pak. Geselecteerde vorm knippen. Oorsprong, selectie, opslaan in project. Geen idee jongens, ik laat het lekker zoals het is. Oorsprong, taak, opslaan in project. Ook niet interessant. Ignore the start button if monitor is off, oftewel asleep. Als de monitor dus uitstaat, dus het scherm, dan moet de start button genegeerd worden. Ja, interessant, ik heb geen idee. De start button is de start button waarmee je, zeg maar, de laser start natuurlijk. Maar ja, als mijn monitor al uitstaat, dan kan ik hem ook niet zien. Dus ja, ik weet niet wat de zin daarvan is. Dat is even. Dan taak logboek opslaan. Dat kan. Je kan, zeg maar, een logboek maken van alles wat je gedaan hebt en dat soort dingen meer. Nou, dat hoeft hij van mij niet te doen. Vind ik niet zo belangrijk. Automatisch controleren op updates. Nou, dat is wat hij, zeg maar, net als vanmorgen in één keer zegt van hé, ik heb een update, wil je die even uitvoeren? Nou, dat hebben we dus gedaan. Dus vandaar dat we een nieuwe versie hebben. Dan het bypass systeem dialoogvensters laden, CQ opslaan. Geen idee. Met andere woorden, hetzelfde verhaal, het stond eruit. En als ik niet weet wat het doet, dan heb ik zoiets, laat het lekker zitten. Ik probeer vaak in YouTube-video's van anderen dan te ontdekken wat een functie dan doet. En lang niet alles komt voorbij. Negeer indien mogelijk vormen die buiten het bereik vallen. Dat is een interessante functie. Hele interessante functie. Ik zal je even laten zien waarom. Kijk, het bereik is in feite het raster, het werkvlak wat wij hebben. Stel, ik wil nu dit niet gelezen hebben, dan zet ik dat er gewoon naast, want op dat moment wordt het genegeerd. Ja? Het staat er wel, maar het wordt niet gelezen. Hij leest het alleen wat hier in dat vlak staat. De conclusie is dat ik, zeg maar, dingen die ik wel gemaakt heb, zolang even in de ijskast kan zetten, even ernaast, nog niet lezen. En dat soort dingen meer. Dat is best een hele interessante functie, die ik al wel eens gebruikt heb bij iets wat ik in 4 of 5 lagen moet doen, maar wat ik niet in 1 keer wil, omdat er een snijlaag in zit en een tekenlaag. En snijden doe je makkelijker met lucht eronder, dus dan leg je hem bijvoorbeeld op een rooster.
Waardoor je het dus eerst opnieuw moet uitlijnen en dat soort dingen meer. Nou, dan is het niet handig om dat in één actie te doen, maar om dat in meerdere acties te doen. Dus ik laat die functie lekker staan zoals die is. Foutmelding afspelen als het verzenden van het bestand mislukt. Nou, dat lijkt me wel verstandig, want anders weet je niet dat het niet gelukt is. Dus met andere woorden, hij moet een foutmelding geven als het verzenden van het bestand naar de lezer niet gelukt is. En dan ook even aangeven waarom dat dan zo is. Dan standaard laaginstellingen opnieuw laden of opnieuw opstarten. Laaginstellingen opnieuw laden of opnieuw opstarten. Je kunt zeg maar dus instellingen voor die lagen, hè, die kleuren die we hebben. Dus die zoals hier dat zwart en dat blauw en dat rood. Die kunnen we dus instellingen geven. En wat hij hier eigenlijk zegt is van, oké, iedere keer als je dan die laag opent, moeten die standaardinstellingen moeten opnieuw geladen worden of moeten opnieuw opgestart worden. Wat er nu gebeurt, is dat als je zeg maar rood een bepaalde instelling geeft, en je komt de volgende keer bij rood, heeft hij nog steeds dezelfde instelling, maar wijzig ik hem nu, dan heeft hij die keer erop die instelling die gewijzigd was. Dus zeg maar, hij onthoudt steeds zijn vorige instellingen. En dat vind ik eigenlijk net zo makkelijk, als ik heel eerlijk ben. Dan hebben we de laatste, dat is onderin de uitvoerinstellingen, dat zijn de tolerantie van de kromming. En die is 0,05. Dus als die een cirkel moet maken, mag die maximaal 0,05 mm ernaast zitten. En dat zal wel te maken hebben met beperkingen van een softwareprogramma, schat ik zo in. Dat is het instellingenmenu. Even kijken of we die andere ook nog kunnen doen, of dat het te lang gaat worden. Maar even kijken, we pakken de machineinstellingen. Dat is de volgende in het lijstje, machineinstellingen. De lange video, ik weet het. Maar dat menu moet ook gedaan worden. Dit is, het heeft wel drie tabbladen zoals we zien. We beginnen bovenaan bij de basisinstellingen. Afmetingen van het werkoppervlak. Nou, hier kan je dus eventueel handmatig zeggen wat dan mijn breedte 400 mm is en mijn hoogte 430 mm. Dan de origin, dus wat is een homepositie? Die is in mijn laser links onderin. Kan je ook voor zich veranderen hoor, dan is die rechtsbovenin. Alleen moet je dan anders gaan denken als je dingen ontwerpt en dingen maakt. Dan aanwijzercompensatie. Inschakelen. Nou, het staat eigenlijk uit, dus ik zou niet weten waarom we dat aan moeten zetten. Ik weet het niet. Dus met andere woorden, ik blijf daar vanaf. Dan de Z-as beheren. Z-as is omhoog en omlaag. Een laser heeft in feite alleen maar een links- en een rechtszijde. Die kun je wel in hoogte verstellen, maar dat is een vastgezette vorm. Een 3D-printer daarentegen, die heeft een X en Y en een Z. En een Z wil zeggen dat die kop omhoog en omlaag kan via een motor. Maar dat is dus niet aan de orde met een laser. Deze functies, die Z-as instellen, Z-as in richting inverteren, alleen relatieve Z-bewegingen, Z-bewegingen optimaliseren, hebben dus te maken bijvoorbeeld met een CNC-router. Dus met een houtfreesmachine, zeg maar. Oké, niet met de laser dus. Compensatie-instellingen voor het graveren. Dat is hier aan de linkerzijde. Dit staat in, het staat uit. Ik denk dat als je hem aanzet, dat je dan in dat witte vlak daaronder zaken kunt gaan invullen. Maar waarom zou je compenseren? Dat ga je pas doen wanneer je laser niet goed werkt, naar mijn mening. En dus doe ik dat even gezellig niet. Daarnaast, pulsbreedte van het tabblad. 0,0500 mm. Pulsbreedte tabblad. Geen idee, lieve mensen. Geen idee. Zou het niet weten. Ik blijf er dus vanaf. Als ik het niet weet, blijf ik er vanaf. Automatisch naar home bij het opstarten. Nou, dat is wel verstandig. Dat zeg maar je laser automatisch naar zijn beginpositie. In dit geval dus links onderin. Dat zien we bovenin bij Origin staan. Op het moment dat je hem opstart, zeg maar. Dan de volgende. Dat is wel een interessante. Het snel graveren van een tussenruimte. Kijk, als je een tekening graveert. Laten we een cirkel nemen. Dan graveert hij van links naar rechts. Op enig moment komt hij bij de rand van die cirkel. Dat lasert hij. Vervolgens moet hij een heel stuk glijden over de x-as naar de andere kant van de cirkel. Om daar weer een klein stukje van die cirkel te graveren. Nou, dat stuk wit wat ertussen zit, daar kan je de snelheid van veranderen. Ik heb hem op 7000 mm per minuut staan. Hij kan nog hoger. Het zal waar het toe zal leiden is dat datgene wat je graveert, is dat dat sneller gegraveerd wordt, dat is één. En het tweede, maar dat kan een negatieve factor zijn, is dat zeker als er heel veel lijnen zijn en dan witte vlakjes, lijntjes en witte vlakjes, lijntjes en witte vlakjes, dat die een beetje schokkerig wordt van heel snel boem en dan moet ik lezen. En heel snel weer boem en dan moet ik lezen. En als dan
de lezer een beetje instabiel staat, dan kan dat de kwaliteit van je lezer beïnvloeden. Dus het is heel voorzichtig om hiermee om te gaan, maar het zorgt er wel voor dat de snelheid van je lezer een stuk beter wordt. Dan de dollarteken G jogging inschakelen. Weet ik eigenlijk niet. Normaal gesproken zou ik denken van dat het zeg maar dat je dan dus knoppen in beeld hebt waardoor je de as naar rechts kunt bewegen, naar links kunt bewegen, naar voren en naar achter. Dat is eigenlijk wat jogging is in dit geval. Ik laat uitstaan omdat ik er verder geen behoefte aan heb en dat soort dingen meer. DTS-signalen inschakelen. Geen idee, het stond aan. Ik laat het dus aanstaan wat een DTS-signaal is. Gebruik geen nul bewegingen voor overscan. Overscan wil zeggen dat hij ook niet helemaal bij die lijn op hebt, maar nog een heel klein beetje doorleest als het ware, of althans door wil. Dat gaat gewoon lekkerder voor die lezer, zeg maar. Maar daar hoeft hij geen G0 bewegingen bij te gebruiken, volgens mij. Dat zijn dingen die kun je instellen in die lagen, hè, die zwarte laag, die blauwe laag, die rode laag. Daar kun je dat soort dingen schakelen van wat voor een overscan er moet zijn. Maar ik hoef daar geen G0 bewegingen bij te hebben. Bovendien stond het uit en dus zet ik het niet aan. De ontstekingsknop van de laser aanzetten. Oeh, dat is een hele interessante. Die moet aangezet worden. Hij staat hier uit. Reden waarom die uit staat is heel simpel. Deze laptop wordt niet gebruikt aan de laser. Dat wil zeggen dat ik hem niet nodig heb. Waarom is hij nou zo belangrijk? Als jij je object wil uitlijnen. Stel je wil een tegel laseren. Dan is die ontstekingsknop, dat is de fire button. Die krijgen we straks in het gebruik van die cursus verder nog wel te zien. Die kan je zeg maar instellen op bijvoorbeeld maar 1% power, dat is eigenlijk niets. Ja, dan doet hij niets, maar hij laat wel het blauwe lampje zien. En als jij dan zeg maar je kop positioneert, dan kun je hem precies op het hoekje van die tegel plaatsen, omdat dat lampje daarop gericht is. Dus vandaar die ontstekingsknop voor de laser aanzetten, is een interessante vriend en zou ik zeer zeker doen. Waarschuwing buiten bereik inschakelen. Nou, dat wil zeggen dat als die buiten zijn bereik komt, dan moet hij daarvoor waarschuwen. Nou, heel mooi voorbeeld. Ik weet niet of je dat gisteren meegekregen hebt, maar dat rooster wat we hieronder hebben staan, dus dat met die blokjes van 1 bij 1 centimeter. Ik heb zo'n rooster gemaakt om zeg maar een MDF-plaat mee te graveren, zodat ik een plaat heb die precies uitgelijnd is, die onder mijn laser ligt. Grappige van het verhaal is, mijn laser is dus, hebben we hierboven gezien, 400 bij 430. En het gekke is dat hij dat niet helemaal haalt. Dus toen hij dat ging laseren, toen gaf hij aan dat er een gedeelte was buiten het bereik. En of hij door moest gaan, ja of nee. Ik heb gezegd ja. En het effect daarvan was dat hij een blokje boven en een blokje onder weggevallen heeft. Dus eigenlijk één lijn links weggevallen en er is een lijn boven weggevallen. Dus de werkelijke maat waar die bij mij kan laseren is zoiets van 390 bij 420, zoiets dergelijks. Verder niet erg, maar het is wel handig dat hij daarvoor waarschuwt. Dan terugkeren naar de eindpositie. En die eindpositie is dus, omdat die links onderin staat, X00, Y00. Eventueel als je luchtondersteuning hebt, als je een laser hebt die ook lucht op het gelezen gedeelte kan spuiten, dan heb je Air Assist, zoals dat heet. Nou, dat kan via M7 en M8. Hij staat standaard op M8, dus ik laat het lekker staan. Ik heb geen idee. En mijn laser heeft geen Air Assist. Die ga ik binnenkort wel opzetten. Maar die kan ik dan niet hier aansturen, want die wordt niet aangestuurd via de G-code. Dat is gewoon een kwestie van een slangetje met een compressor eraan, die met een klein stipje blaast op de plek waar die lasert, zeg maar. Dat heeft niks met de G-code te maken. De maximale S-waarde. De S-waarde is, volgens mij is dat de speed, maar dat is wel apart. Maximale S-waarde 1000. Lijkt me vreemd, want hij kan meer. Ik weet niet waar die S-waarde voor staat. Dat is even de vraag. Zou ik moeten nakijken. Maar de maximale S-waarde zeggen ze hier standaard 1000. Nou, je kunt echt de speed hoger dan 1000 zetten, geen zorg. De boudsnelheid, dat is de snelheid waarmee je computer data overdraagt naar de laser toe. Afblijven dus, want als het werkt, werkt het. En in dit geval is dat dus 115-200. En de overdrachtsmodus is gebufferd, zodat hij zeg maar, mocht hij aan het overdragen zijn en hij kan even niet verder doordat er een ander proces op de PC loopt, dan kan hij zeg maar in die tussentijd bufferen. Hij kan zeg maar dus eigenlijk iets opbouwen en die buffer stuurt hij dan later, zodat hij zeg maar doorgaat met het versturen. Anders zou namelijk je laser stil komen te staan op enig moment. Goed, gaan we naar die G-code. Dus tabblad G-code bovenin. De volgende G-code wordt toegevoegd aan het begin en aan het einde van elke taakuitvoer. Je kunt namelijk G-code ook zelf invoeren. Ik zeg tegelijk bij de meeste lasers die je koopt, zoals bijvoorbeeld Arthur en dergelijke, daar hoef je dat niet bij te doen. Maar ik heb verteld over die Cubio laser die ik daar heb staan beneden zo lang.
Daar moet echt G-codes toegevoegd worden. Ja, dan moet je zien uit te vinden welke dat zijn en welke er dan nodig zijn. En dat is echt wel een heel gedoe. Maar dat zou je hier kunnen doen. Als ik hier bijvoorbeeld zeg van de code G is 0 moet toegevoegd worden, dan zal die elke keer als je start, zal die beginnen met die G is 0 enzovoorts enzovoorts. Het is aan de gebruiker, het staat er ook bij, hè? Het is aan de gebruiker om ervoor te zorgen dat de commando's hun machine niet beschadigen. Dus pas hier in godshemelsnaam mee op. Aanvullende instellingen. Met deze instellingen kunt u de timing van de preview simulatie aanpassen. Ze hebben geen invloed op uw besturingseenheid. Het gaat dus puur om die preview. Weet je nog dat beeldschermpje bovenin? Deze hier. Ja. Dat is wat hij doet. Maximale snelheid. Want je kunt in die preview, dat moet ik heel even laten zien. Stel dit is die afbeelding. Dan kan ik in die preview, kan ik hier laten zien hoe dit precies gaat. Dan zie je hem hier aan de rechterkant lezen, zie je dat? Even iets verder schuiven. Ja, en dat zijn dus die zaken die daarin kunnen worden gesteld. Dus als ik hier ga even terug naar die machineinstellingen. Laatste tabblad, aanvullende instellingen. Maximale snelheid is 500 voor X, 400 voor Y. Snijversnelling 3000, 3000. Nou, allemaal dus instellingen die alleen maar van toepassing hebben op... ja, dat venstertje van net waar we dat kunnen simuleren. Het lezen van de besturingseenheid wil eigenlijk zeggen dat hij zeg maar de gegevens van de laser uitleest. En dat hij waarschijnlijk die gegevens hierin zet, dat hij eigenlijk de ware snelheid laat zien van de laser. Het is niet zo super interessant. Ik zeg het gelijk, niet super interessant. Oké, dat is dat gebeuren. Dat zijn de machineinstellingen. We gaan de volgende doen. De instellingen van het apparaat. Nou, dat is Menda. Dat namelijk is eigenlijk dat venstertje waarvan ik kan zeggen van ik wil een nieuw apparaat toevoegen. Nou, bij mij kan dat niet, want op dit moment de laser zit niet aangesloten. Maar hier zou die ordtuur komen te staan onder eigenschappen en waarden. Nou, die kan je dan eventueel een as kalibreren. Je kan het lezen, je kan het schrijven, je kan het laden. En dit is echt een soort van besturing van je laser. Met instellingen voor het apparaat. Normaal gesproken heb je dit niet nodig. Zeker niet als jouw laser ondersteund wordt door Lightburn. Dus Ortur wordt ondersteund door Lightburn. En dat betekent dat die Ortur functies die zijn allemaal 100% netjes toegepast. En dat werkt gewoon prima in orde. Ik heb er nog twee. En dan zit de video van vandaag erop. Tekening debuggen. En naar snede converteren debuggen. Debuggen betekent in feite problemen eruit halen. Ik zal eens even kijken wat er gebeurt als ik deze tekening, want ik heb deze nog steeds geselecteerd. Stel, ik zou die gaan debuggen. Ik heb geen idee wat er gebeurt, maar we gaan even kijken. Oeh, heel apart. Even kijken. Even, iets verder uitzoomen, maar even. Het is een beetje rommeltje geworden, hè? Zie je dat? Het is niet echt handig, hè? Ik weet dus niet of dit een functie is waar je veel gebruik van zou maken. Want wat hij nu gedaan heeft, hij heeft er een beetje een bende van gemaakt, laat ik maar even zeggen zo. Hè? Als ik dit nu ga kijken op dat preview. Ja, dit heeft hij nog wel goed gedaan. Dit heeft hij ook nog niet zo slecht gedaan hier hoor, dat moet ik erbij zeggen. Alleen, ik kan het niet echt zien of het goed is, ja of nee. Misschien heeft hij het in dit geval beter gedaan dan wat het was, zeg maar. Als ik ongedaan maken doe. Even goed dit eruit halen weer. Oh, wacht even. Die debug die staat aan. Is dat aan? Kun je dat... Oh, die staat aan. Ja, die kan ik uitzetten. En als ik hem dan bekijk. Dan is die rommeliger. Kijk met name hier naar die... dat logootje, zeg maar. Even kijken. Nog een keer opnieuw. Een aardige functie zo te zien. Kijken wat ik nu zie. Nou, wacht even. Ja, het maakt niet veel uit, als ik eerlijk ben. Dus het is een functie die ik nog nooit gebruikt heb, die ik ook nu waarschijnlijk niet zal gebruiken. Tekening debuggen. Het naar snede converteren, is dat die gesneden kan worden. Even kijken wat er dan gebeurt als ik dat doe. Ja, dan draait hij het eigenlijk om en dan wil hij alles uitsnijden. En als we dat dan gaan bekijken weer... Ja, dan zegt hij ook, hè, even gelijk een waarschuwing, hè.
Even kijken, 743 vormen zijn ingesteld om te vullen, maar zijn niet afgesloten. Deze zijn verwijderd omdat ze problemen veroorzaken. Doorgaan. Nou, ben ik benieuwd. Ik doe even, laat het me zien. Wat laat hij dan hier zien? Doorgaan. Ja, nou ja. Het heeft niet veel veranderd, zeg maar. Dus ook die debug-functies zijn functies waarvan we niet direct kunnen zeggen wat het nou eigenlijk doet. Goed, lieve mensen. Het was een lange les en je hebt een heleboel dingen gezien waarvan ik ook niet weet hoe of wat. Geen zorgen over maken, wat heb ik al gezegd. Ik ga er even vanuit dat de functies die ik gebruik, en ik kan er redelijk mee overweg, dat dat voldoende is. Dus als ik ze niet gebruik, de kans dat u ze niet gebruikt, is ook redelijk groot aanwezig. Ik zeg niet dat dat moet zo, dat het zo moet zijn. Maar de kans is redelijk aanwezig. En daarnaast valt er altijd nog wat te leren over dit programma. En in die zin zou ik af willen sluiten met het eind van deze videoles. Lightburn voor beginners. Volgende keer gaan we met beeld 3 aan de gang. Gaan we naar de hulpmiddelen. Is ook een vrij lastige, dat kan ik je nu alvast vertellen. Maar dat gaan we doen. Tot de volgende keer. Dag.